Als een politicus iets moet beslissen, van welke partij die ook is, dan hoort hij zich de vraag te stellen: wat vind ik rechtvaardig? De politiek ordent de samenleving. De politiek geeft gestalte aan het begrip vrijheid. Vrijheid is natuurlijk absoluut niet lekker doen waar je zin in hebt. Dan tast je meteen de vrijheid van anderen aan. Durf je je kind naar school te sturen als je de meester niet vertrouwt? Of de juffrouw? Durf je naar het ziekenhuis als je de arts of de verpleegster niet vertrouwt? Durf je je geld naar de bank te sturen als je de bank niet vertrouwt? Durf je door groen te rijden als je niet vertrouwt dat het in de zijstraat op rood staat? Het is allemaal vertrouwen. Een samenleving is pas een samenleving als je elkaar vertrouwt. Dan ben je samen. Een wetenschapper is nieuwsgierig. Hij probeert te weten te komen hoe het zit, hoe het precies zit. Hij wil zo dicht mogelijk bij de waarheid komen. Het is ook een enorm verschil met de politiek. Een politicus zoekt naar het haalbare. Maar de wetenschapper zoekt naar: wat is de waarheid? Hoe kom ik daar zo dicht mogelijk bij? Nou is de natuur zo dat er altijd soorten komen en gaan. Maar sinds de mens daar is met zijn industrie, verdwijnen soorten 100 tot 1000 maal zo snel als dat er nieuwe ontstaan. En dat is totaal onhoudbaar. Het gaat met een razend tempo. En dat betekent dat we het leven heel anders moeten inrichten. En dat is nogal wat. Het was gevaarlijk. Het was lichamelijk gevaarlijk. Er vielen bommen. Maar het grote gevaar was vooral dat de bezetter iemand kon oppakken en doodschieten. Er was geen recht. De overheid was je vijand. Als iemand iets zegt wat je vindt dat een leugen is, dan kun je zeggen: u liegt. Je kunt ook zeggen: mevrouw de voorzitter, wat de geachte afgevaardigde zojuist zei, is bezijden de waarheid. Dat wil zeggen dat ik mijn pen per ongeluk op de grond laat vallen. Je kunt hem oppakken. Je kunt ook zeggen tegen hele kleine kindertjes van 2... zou die zich pijn hebben gedaan? Zullen we het hem vragen? Kinderen hebben zo'n fantasie. Heb je je pijn gedaan? Ik vertel over wetenschap, politiek, schrijverschap, samenleving, vertrouwen, klimaat, toekomst. Ja, waarover niet? Ik ben Jan Terlouw. Welkom bij mijn masterclass.